mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Welkom bij deze nieuwe video. Jij hebt het aan de titel kunnen zien. Vandaag ga ik aan jullie uitleggen hoe je dus Fortnite weet te hacken op de PlayStation 5. Maar dit geldt ook voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox weet ik veel wat. En op de PC. Dus blijf goed kijken naar deze video, want ik ga jullie dus alles uitleggen. Maar eerst vraag ik jullie eventjes een like achter te laten. Laten we proberen de 1000 likes op deze video te halen. Dus ram even op blauw duimpje omhoog. Zou ik super nice vinden. En als je nieuw bent op mijn kanaal, klik dan eventjes op dat abonneerknopje met dat belletje aan. Want de support jou natuurlijk richting de 200.000 abonnees. Maar ik ga natuurlijk vandaag eventjes uitleggen hoe je dus Fortnite weet te hacken. Want ik krijg heel vaak de vraag, ik zie dat ook heel vaak in de comments, dat jullie tegen mij zeggen, Chesto, je speelt tegen bots. Dat klopt. Ik ga dus in deze video uitleggen hoe je dus tegen bots kan spelen, waardoor je dus in Fortnite altijd je challenges kan halen. Bij wijze van spreken in Fortnite gelijk de nieuwe Umbrella kan unlocken als er een nieuw seizoen is. En allerlei dingen die je dus moeilijk kan, ja, halen tegen andere mensen, die je dus op deze manier tegen bot kan halen. Maar ik ga je eerst even uitleggen waarom ik dus altijd tegen bot speel. Althans altijd, ik speel natuurlijk niet altijd tegen bot. Maar ik heb op dit moment een serie op mijn kanaal lopen die heet bij elke kill puntje, puntje, puntje. Wat ik daarbij doe is natuurlijk bij elke kill die ik dan maak, ga ik of een kipnugget eten, of een pizza eten, of ik weet niet meer wat ik allemaal nog meer heb gedaan. Maar jullie snappen het verhaal. Wat daarbij inhoudt is, dat hoe meer kills ik maak natuurlijk, hoe meer dingen ik moet eten. En ik vind het persoonlijk heel erg leuk als ik dus zo'n video maak, dat ik dus veel moet eten. Want ja, laten we nou heel eerlijk zijn. Wat is nou leuk om naar te kijken? Dat als ik bij wijze van spreken elke kills een kipnugget doe, ik maar 2 kills hou. Ja, ik vind dat niet leuk. Dus ik had toen besloten, ik dacht, weet je wat, ik ga op mijn manier tegen bot spelen. Heb ik een beetje leuke entertainment voor jullie. Dus ik heb het eigenlijk puur voor de entertainment gedaan. Niet om goed te lijken in Fortnite. Dus als jullie dat blijven zeggen, ja, ik doe het niet om goed te lijken of zo. Ik doe het alleen puur omdat ik het leuk wil maken voor jullie. En ik heb het idee, zeg ik persoonlijk, dat het niet leuk is als ik bij wijze van spreken tegen normale mensen speel, als ik dan maar 3 kills weet te halen. Maar goed, dat terzijde. Buiten dat is het gewoon heel erg chill om je challenges te halen in Fortnite, dus dat geef ik als tip aan jullie. Maar laten we gewoon gelijk gaan beginnen, want ik wil er gewoon eventjes uitleggen aan jullie waarom ik dus tegen bot speelde. Nou, dan weten jullie dat nu op dit moment. Maar je hebt 2 dingen ervoor nodig. Het allereerste ding is een Nintendo Switch, maar het kan ook je telefoon zijn. Alleen ik heb het zelf nog nooit op de telefoon weten te proberen, omdat Fortnite niet wil updaten op mijn iPhone, omdat dat gezeik is met Epic Games. Dus als een van jullie een Samsung heeft, probeer het eventjes uit, maar dat ga ik je zo meteen uitleggen. Dus het kan waarschijnlijk ook op de telefoon, maar dat weet ik niet zeker. Ik weet dat het 100% zeker werkt op de Nintendo Switch. Dus je hebt dus sowieso een Nintendo Switch nodig. En in dit geval, in mijn geval, is het dus een PlayStation 5. Maar zoals ik al zei, kan het dus ook een PlayStation 4, een Xbox One, die nieuwe Xbox, ik weet niet hoe die heet. Je snapt me, elke Xbox die er is waar Fortnite op te spelen is, kan het denk ik op. Het kan zelfs op de PC. En als je dat dus hebt, het enige wat je dan moet doen is dus op jouw Nintendo Switch account een Fortnite account aanmaken. Waardoor je dus op je Nintendo Switch Fortnite kan spelen. Als je dat hebt gedaan, dan kan je dus gewoon lekker Fortnite opstarten op jouw Nintendo Switch. Maar het belangrijke is dat je geen enkel potje met dat account speelt. Je start letterlijk gewoon Fortnite op. Je zet alles klaar. Je hebt gewoon een account dat level 0 is. Je doet er helemaal niks mee. Je hoeft letterlijk alleen maar het account aan te maken. En wat je dan doet, is dan voeg je het account toe waar je dus normaal je Fortnite op speelt. In dit geval is het dus mijn Oh My God 6 account op de PlayStation 5. Daar speel ik normaal altijd mijn potjes op. En dat is het enige account wat je eigenlijk nodig hebt om toe te voegen. Want wat je daarna doet, dat ga ik jullie zo meteen ook laten zien, is dan invite je. Nu komt de belangrijke stap, luister goed. Je invite via je Nintendo Switch, invite je je main account. Dan join je met je main account je Nintendo Switch. Dan ga je een potje duo's zoeken. En op het moment dat je dus je potje duo's ingaat, kan je Nintendo Switch account leaven. Die kan je gewoon back-outen. Je kan je Nintendo Switch uitzetten. Of even, weet ik veel, op standby. En dan kan je dus met je PlayStation 5 normaal gaan spelen tegen een potje bots. En ik kan je vertellen, ik ben niet de enige YouTuber die doet het. Er zijn er veel meer die tegen bots spelen. Dus don't blame me. Maar goed, ik heb het nu uitgelegd. Ik ga nu eventjes aan jullie laten zien hoe het werkt. En dan, dan weten jullie precies wat je moet doen. En dan kunnen jullie dit zelf ook doen. Bijvoorbeeld om al je challenges te unlocken. Of gewoon om een keer tegen je vrienden op te scheppen. Dat je echt een tandoe lekker potje hebt neergezet. Want dat is toch ook wel best lekker. Laten we eerlijk zijn. Alright, zoals je kan zien heb ik op dit moment dus al Fortnite op de PlayStation 5 opgestart. En gaan we het dus nu laten zien op de Switch. Want ik kan het even niet anders filmen dan dit. Want mijn Elgato staat op dit moment ingesteld op mijn PlayStation 5. Dus ik moet even mijn Switch scherm gaan filmen. Dus dat gaan we nu even doen. Kijk, zoals je ziet heb je hier dus mijn Nintendo Switch voor me liggen. En als ik dus naar Fortnite ga, klik ik dus Fortnite aan. En nu komt de stap. Hier zie je dus mijn normale account. Dat is mijn Oh My God Chess account. Hier speel ik Pokémon en alles op. En hier heb ik dus een apart Fortnite account voor aangemaakt. En met dat Fortnite account start ik dus nu Fortnite op de Nintendo Switch. En dat zorgt er dus voor dat ik op dat account kom die nog geen, potje gespeeld heeft. Dus dat is mijn noob account wat ervoor zorgt dat ik alleen maar tegen bots kom. Want volgens mij speel je als Nintendo Switch speler zijn er altijd al tegen bots. Dat weet ik niet zeker. Als er mensen zijn die altijd op de Nintendo Switch Fortnite spelen, laat even in de reacties weten of jij dus standaard op dit
tegen bots komt of ook echt gewoon tegen Nintendo Switch mensen. Dat weet ik niet. Maar als mijn Fortnite eventjes wil opstarten, wat niet zo snel is als dit, zeg maar. Dus ja, mag dat? Ik heb dus nog een probleem. De wifi in mijn kamer is niet zo heel erg goed. Dus ik moet bij mijn Switch hier naast mijn bed gaan zitten, zoals je kan zien. Omdat ik hier dus net nog genoeg wifi heb voor mijn Nintendo Switch. Terwijl mijn setup dus daar is. Dus ik moet hier helemaal zitten. En de vorige keer dat ik dus deze video wilde opnemen, brak ik dus mijn teen. Dat is dus waarom ik hier zo zat. Dus we gaan dat nu opnieuw doen. Zoals je kan zien, mijn Fortnite is hier ready. Dus ik druk press to start. Dan ga ik inloggen op dit account. Dit is natuurlijk gewoon heel simpel. Precies hoe het altijd gewoon werkt. Je logt gewoon letterlijk in op je normale account. En dan in dit geval dus op je Switch, op je noob account. En dan moet je dus even afwachten tot alles is opgestart. En dan als dat allemaal gelukt is, dan hoef je elkaar letterlijk alleen maar te inviten. En dan is dat klaar. Want hier staat mijn Fortnite gewoon ready. Hier is hij nu aan het inloggen. En dan hoef ik alleen nog maar een invite te sturen. En dan werkt alles picobello. En kan je lekker tegen bots knallen. Dus login duurt eventjes wat langer dan normaal. Omdat de wifi hier pauper slecht is. Maar goed, als ik even ben ingelogd, ben ik zo weer terug. Kijk, goed nieuws. We zijn ingelogd. Zoals je kan zien, heb ik hier dus mijn account wat level 0 is. En als we dus dan naar vrienden gaan, dan kan je letterlijk zien dat ik alleen maar mijn main account als vriend heb. Die heb ik altijd op close staan. Dus die gaan we even inviten. Dus wat we nu doen is invite the party. Dus we klikken hier op invite to party. Nou, dat hebben we dus gedaan. Wat we dan doen, ik sta dan op, loop hier naar mijn setup toe. En zoals je kan zien, staat hier dus dat ik een invite heb gekregen van mijn Nintendo Switch account. Wat je dan doet, is heel erg simpel. Zoals je kan zien, join je dus je invite. Ik zit dus nu op dit moment in de lobby met mijn Switch account en mijn normale account. Nou, ik kan in dit geval alvast op ready klikken, want ik ben ready. Je klikt gewoon duo's aan, want dat moet wel of je wel squads willen spelen. Wat ik dan vervolgens weer doe, is ik loop dan weer terug naar mijn Switch. Ik loop weer terug naar mijn Switch. En dan doe ik met mijn Switch precies hetzelfde als wat ik met mijn Fortnite account op de PlayStation 5 heb gedaan. Ik klik hier op ready up. Nou, en dan is het even wachten tot je een potje ingaat. En zodra je met je Switch eigenlijk een potje ingaat, kan je dus je Switch uitzetten, het potje leaven en alleen met je normale account zoals deze dus overblijven. We wachten dus niet totdat het potje laat, zeg maar, op de Nintendo Switch. Want dan kan ik deze gelijk uitzetten en dan kan ik gewoon weer terug naar mijn setup lopen om daar achter te zitten. Dus zoals je kan zien, kom ik dus nu het potje in. Wat ik dan doe is ik klik letterlijk dit account weg. Dan doe ik de game afsluiten. Dan zet ik mijn Switch lekker uit. Die leg ik dan op mijn bed neer of zo. Loop ik terug naar mijn Fortnite op de PlayStation 5. En zoals je kan zien, zit ik dan in een potje met mensen die nu aan het laden zijn. En dan moet ik even afwachten, want ik ben zoals je kan zien nu weer alleen. Want mijn Switch account is geleefd. Dat is wel dus een nadeel, je moet steeds een minuut wachten. Maar buiten die minuut om heb je dus wel gewoon een hele chille lobby met alleen maar bots. Dus dat is eigenlijk de reden hoe ik het steeds doe. En dat is ook de reden hoe ik het weet. Dus als er iemand een betere reden heeft, laat het even weten in de reacties. Maar goed, die heb ik op dit moment niet. En zoals je nu kan zien, zit ik dus nu letterlijk in een potje vol met bots. Geen enkele normale speler. En ik kan nu droppen waar ik wil. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ga lekker een potje Fortnite spelen. En nu weten jullie dus ook hoe ik dit heb gedaan. En kan je dit zelf ook toepassen. Ik vind het een heel chill ding om gewoon challenges te halen. En gewoon voor entertainment voor jullie. Dus ik ga lekker Fortnite knallen. De groeten.